Hallo, goedemorgen. Welkom. Mijn naam is Merel Slotboom. En dit is een Facebook Live op Selfanizer. En we gaan een Facebook Live doen om een challenge te starten. En de challenge heet Break Free from the Chains. En hallo, ik zie dat er één kijker is. En ik herken je plaatje, dus dit is Martijn. Hi, welkom. Wil je eventjes zeggen hoe je heet? En er zijn er twee. Zeg even hoe je heet en waarom jij meedoet aan deze challenge. Want dat is natuurlijk heel erg leuk om te weten. En om dat allemaal, goedemorgen, om dat van elkaar te weten. En om elkaar te motiveren om het vol te houden en door te gaan. Want het is nogal wat we gaan doen, jongens. Dit wordt super bijzonder fantastisch. Wat je misschien ziet is dat ik een beetje in een andere hoek zit dan mijn andere video's. Want ik heb een nieuw statief. Ik heb van een hele lieve vriend heb ik een mooi nieuw statief gekregen. Dus ik kijk nu rechtdoor. Ik kijk nu, als het goed is, jullie aan. Het is ook niet helemaal waar, want de camera zit daar. Even kijken wat de lekkerste houding is. Zo. Hey Annette, jij bent de zussen van Martijn. Welkom, welkom. Hartstikke leuk. Ik verwacht nog een paar mensen. Die hebben zich via persoonlijke richtingen, via WhatsApp en via Messenger, bij me aangemeld. Dus die komen nu zo zachtjes een beetje binnengedruppeld. Welkom, goedemorgen op deze 1 januari 2024. En ja, Merlin, ik had je al verwacht. Goed zo, welkom. Het was natuurlijk geen toeval dat ik koos voor 11 uur. Want dit is een nieuw begin. Een nieuw begin van je leven. Laat me eventjes weten of je me goed kunt verstaan. Want dat is wel heel fijn. Want anders zit ik hier lekker te kletsen. En je hebt geen idee waar ik het over heb. En dat zou een beetje jammer zijn. Van jouw tijd, van mijn tijd. Er komt nog iemand binnen. Welkom, welkom, welkom. Deze challenge. Een 100 dagen challenge. Jongens, ik heb even geteld. We zijn op 10 april zijn we klaar. En ik vind dat wel heel mooi. 10 april is onze laatste dag. Dat we dit in deze format doen. Even kijken. En op 11 april, dus 2 eentjes weer, is mijn tweeling jarig. En dat vind ik wel heel erg mooi dat we die datum hebben. Eveline, je bent er ook bij. Super en goed te verstaan. Fijn. Nou, dan ga ik lekker door. Ja, goed geluid. Dank je, dank je, dank je, dank je. Welkom jongens. Eerste ochtend van dit nieuwe jaar. Hij knispert nog. Ik ben vannacht gevlucht voor het vuurwerk. Ik stond op een mooie parkeerplaats. Midden hier in Zweden in een dorpje waar ik altijd sta. En het is er zo fijn en zo rustig en zo donker. En toen gingen ze vuurwerk naast mijn bus afsteken. Dat was niet zo'n fijn idee. Dus ik ben naar een heel rustig plekje gegaan waar het wel heel goed was. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik hoop dat jullie een fijne avond hebben gehad en een mooie nacht. En nu fris en fruitig weer hier met mij. Ja, ik zou zeggen, hoe kan je het jaar nog beter beginnen? En dan bedoel ik dat niet door mij op mijn borst te tikken. Meer van, goh, wat heerlijk dat we hier nu samen mogen zijn. En dat we eventjes onze intenties goed mogen zetten voor hoe wij willen dat ons jaar eruit gaat zien. En niet alleen ons jaar, maar ons leven. En ik ben waanzinnig dankbaar dat jullie nu kijken. En voor de mensen, ik zie een hondje. En voor de mensen die zo meteen of later kijken. Want ik zal deze video, als die een beetje goed is, zal ik hem downloaden. En dan zet ik hem op het YouTube kanaal van Selfanizer. Jongens, een hondje is fantastisch. Maar ik kan helemaal niet meer uit mijn woorden komen. Dus hou het maar gewoon bij tekst. Want die kan ik niet lezen. Dus die kan ik lekker negeren. Maar hondjes, dan kan ik het niet meer. Dus wees lief voor me, dankjewel. Dat heb ik trouwens ook gevraagd hier in de groep. Wees lief voor elkaar. Leren kan alleen als je je veilig voelt. En jezelf zijn kan helemaal alleen als je je veilig voelt. Dus wees lief voor jezelf, wees lief voor elkaar. Nou ja, we gaan dus intentie zetten. Een intentie voor
onszelf, voor ons leven, voor wie we willen zijn. En we gaan daar 100 dagen aan werken. Als we wakker worden en als we in slaap vallen. Dat heeft een reden, gaan we het zo over hebben. En dat herhalen heeft ook een reden. Want dat is hoe iedereen boven de 7 jaar leert. Herhalen, je weet vast nog wel op school dat je de tafels moest stampen. En de rijtjes, Franse woorden en Engels. En ik moet hier even kijken wat er gebeurt, want mijn licht van mijn scherm wordt minder. Oké, volgens mij gaat dit goed. Ja. En want tot je 7e leer je als in een soort van hypnose. Je bent een soort van spons. Je neemt alles tot je wat je ouders zeggen. Wat de meester zegt. Wat de juf zegt. Als je gelovig bent. Wat de kerk zegt. Je hebt helemaal nog geen filter die zegt van ja, is dat nou wel waar? Hè, mijn vader zegt er groeit geen geld op mijn rug. Als je voor een dubbeltje geboren bent, dan word je nooit een kwartje. Is dat waar? Iedereen kent zo'n spreekwoord. En ergens denken we ook nog half dat het een beetje waar is. En het is natuurlijk je reinste onzin. Ha! Maar alles wat je gelooft is wel waar. Want dat zit in je programmering. De mensen die kunnen spiertesten, die kunnen dan echt ook zelf testen. Zo van, er groeit geen geld op mijn rug. Ja hoor, het is sterk. Dus ik geloof het. Dus ik trek het aan. Dus het is waar. En stel nou dat het niet zo zou zijn. Stel nou dat wij eigenlijk stiekem hartstikke fantastisch zijn. Er komen nieuwe mensen binnen. Hoi, welkom. Zeg eventjes je naam en waarom je meedoet met deze challenge. Het is altijd leuk om te horen. En stel nou dat wij fantastischer zijn dan dat we dachten en dat onze ouders ons verteld hebben. Want onze ouders hebben alleen maar hun eigen programma herhaald. En hun programma hebben ze van hun ouders. En hun ouders hebben weer hun programma van hun ouders. En dus dat gaat een tijdje terug, jongens. We zitten in dikke programmering van vele eeuwen. Hallo Brigitte, fijn dat je er bent. Omdat ik graag naar je luister. Dat is goed, liefje. Je bent welkom. Hey, en Monique, met je meisjesnaam. Wat leuk, fijn dat je er bent. Tijd voor nieuw. Ja, dat is goed, vrouw. Allemaal mooie, lieve mensen die ik ken. Dus dat is heel fijn. Voelt voor mij ook heel goed. Dus dankjewel dat jullie er zijn. Dat is voor mij ook een warm gevoel. Jullie weten dat ik dit soort dingen doe omdat dat moet. Ik krijg inspiratie en die komt denk ik niet uit mijn kleine ikje, maar misschien wel uit mijn grote ik en misschien zelfs wel uit de goddelijke bron. En dat is een beetje waar ik het met jullie over wil hebben, want dat geprogrammeerde kindje wat wij denken dat we zijn, dat zijn we niet. Ik zal het eerst in een plaatje uitleggen. Kijk, je kan kijken naar de mens, het poppetje, het pak, het, een beetje flauw gezegd, het vleespak. Dat klinkt niet zo gezellig. En wij denken vaak, ja, ik ben toch mens, dit is wat ik ben. Kijk maar, ik kan dat aanraken, dat is echt. En wanneer je vanuit die gedachte leeft, dan leef je als mens. En dan hou je je dus aan de regels die voor mensen gelden. Mensen kunnen niet vliegen. Mensen kunnen niet met elkaar praten op een grote afstand zonder een telefoon. Dat is wat we denken, hè? Wat ik je graag wil uitleggen is dat jij eigenlijk geen mens bent. Jij bent een ziel. Jij bent een prachtige ziel. En ik zie dat dan zelfs nog in twee laagjes. Je ziel en je oversoul. Ik gebruik af en toe Engelse woorden. Dat komt omdat ik de hele dag altijd studeer. En dat doe ik via YouTube en ik ben altijd aan het luisteren en ik luister eigenlijk altijd in het Engels. Dus een hele hoop woorden zitten Engels in mijn hoofd en dan daarna moet ik ze eventjes vertalen. Dus ik doe mijn best om gewoon Nederlands te doen. En dus als je nou dat poppetje hebt, die mens, die ziel en die oversoul is één met de goddelijke soep. De energie waar we uitkomen, waar wij uit bestaan. In het Engels zeg je ook wel consciousness of bewustzijn. We zijn geboren vanuit een gedachte in die ziel. En dat is meer en meer is dat geïncarneerd, gematerialiseerd tot dat poppetje wat we hier zijn. Trouwens, voor de mensen die dat fijn vinden, pak er een pen of een klapblok bij, zodat je aantekening kan maken. De video blijft ook hier in de
Selfanizer pagina staan. En hij komt dus op YouTube, het kanaal van Selfanizer. Dus je kan het wel meerdere keren terugluisteren. En het is ook fijn als je iets hoort wat ik zeg, wat je misschien nog niet eerder hebt gehoord. Of waarvan je denkt van ja, Merel, dat is allemaal wel heel erg leuk dat je dat zegt. Maar ik geloof er geen reet van. Ik ga even mijn eigen onderzoek doen. Helemaal prima, jongens. Ik geloof niet, ik zeg niet dat ik de wijsheid in pacht heb. Ik ben niet voor niks alle dagen aan het studeren, want ik ben heel erg benieuwd. Ik ben echt heel erg benieuwd hoe dat nou zit allemaal. He, en wie wij zijn en waar we vandaan komen. En hoe kan dat leven nou fijner en leuker en mooier en weet ik veel wat allemaal. Het kan toch niet zijn dat we hiervoor alleen maar ellende zijn. Die wil ik eigenlijk niet zo accepteren. Dus vandaar mijn zoektocht en alles wat ik vind, dat deel ik weer met jullie. Via boeken, via cursussen, via een Facebook live. Dus blij dat jullie, net als ik, super, super nieuwsgierig en leergierig zijn. En dat je met mij hier in wil duiken. Er is een nieuw iemand bijgekomen. Welkom. Zeg eventjes hoe je heet en waarom je meedoet. Superleuk. En dus we hebben die oversoul die helemaal deel uitmaakt van het goddelijke veld. Het quantumveld. Je hebt gezien dat deze titel is Break Free from the Chains. Dus maak je vrij van de kettingen of van dat wat jou beperkt of wat je tegenhoudt of wat je gevangen houdt. Jouw keurslijf, hè? Maar het kunnen ook je programmeringen, je gedachten zijn. Die kunnen in je zitten, die kunnen buiten je zijn. En even zien. Hallo lieve mensen, zeg eventjes hoe je heet en waarom je meedoet. Van harte welkom. Het is interessant, want er gebeurt iets. Er is iemand bijgekomen en daar stort mijn brein op. Dat is niet naar bedoeld, maar ik kan niet meer nadenken. Dus ik probeer mezelf even terug te pakken. Dankjewel. Ik neem even een slok water. Misschien voor jullie ook fijn, een slok water. Heel goed. Vanuit die gedachte, vanuit de consciousness, vanuit die energie, dat kwantumveld, materialiseren we steeds meer tot dit fysieke zijn. Een beleving in een pak hier op een planeet en die noemen we aarde. Gaia. Gaia is een levend wezen, een ziel. En als je naar ons vleespakje kijkt, het bestaat helemaal uit water en eiwitten en mineralen. Zijn wij helemaal opgebouwd uit grondstoffen van Gaia. Dus ons lichaam werkt samen volledig met de frequentie van moeder aarde. En moeder aarde is op dit moment aan het expanderen, is aan het groeien, is naar een hogere trilling aan het gaan. Hey. En wij gaan mee. Of niet. En wij horen bij de groep die meegaan. En de mensen die niet meegaan, die gaan met de hakken in het zand. Die willen alles bij het oude houden. Die willen alleen maar houden wat vertrouwd is en wat ze kennen. En op een gegeven moment is deze aarde zo veranderd dat dat niet meer kan. Dus wat je nu ziet in de samenleving, wat ik zelf enorm ervaar, is een soort van splitsing. Pure toeval. Ja, fijn dat je even meekijkt. Ik weet niet hoe je heet. Oh, Esther. Hi, leuk, gezellig. Nou, ja, dat heet geen toeval, hè? Dat is, zo moet dat zijn. Maar leuk dat je er bent. Jongens, ik moet eventjes proberen niet te veel naar die teksten te kijken, want dan verlies ik mijn tekst naar jullie. Ja, moeder aarde is dus aan het verhogen in trilling. En wat er dus gebeurt is dat er hier een groep wezens is die in de basis heel licht is, lichtwezens. En die hier zijn om met moeder aarde die trilling te verhogen. En daarom zitten jullie volgens mij ook in die groep. Ik weet in ieder geval van mezelf dat dat de reden is dat ik hier ben om licht te brengen. Zoals Jezus al zei, you are the light. Of be the light. En dat kun je in het klein doen, in jezelf, in jouw leven. En je kunt het in je gezin doen, je kunt het in je werk doen. Je kunt het in je familie doen, in je vriendengroep. En wat je merkt is dat je een soort van aanstekelijk wordt. Jij wordt degene die het met het kaarsje al die andere lontjes aansteekt. En zij gaan dat ieder op zichzelf ook weer doen. En zo gaan we over de hele wereld. Ik geloof ook werkelijk dat zo'n Facebook Live als dit en zo'n groep die dan ervoor gaat om aan zichzelf te werken, dat dat een enorme impact heeft. Die impact is groter dan alleen maar hier op aarde. Die is
die is voelbaar in de hele multiverse. Ik noem het expres geen universe. Uni is één, one verse, één verhaal, één liedje. Ik denk niet dat er één liedje is. Ik denk dat er heel veel mogelijke mogelijkheden zijn, possible possibilities. De multiverse voelt voor mij veel kloppender. Dus vandaar dat ik dat woord gebruik. Het multiversum, volgens mij, zeggen we in het Nederlands. En wat dan volgens mij weer Latijn is. Dus ons fysieke systeem kan bijna niet anders dan meetrillen met moeder aarde. En wij zijn dan ook nog dat licht. Dus wij hebben zelf ook nog een hogere frequentie. Waardoor we merken dat wij op onderzoek gaan. Waardoor we nieuwsgierig zijn. Waardoor we willen leren. Waardoor we meedoen aan een challenge zoals dit. En dus we worden vanuit twee kanten worden we min of meer beïnvloed als een soort van cooker pressure, een hoge drukpan. Die aarde die alleen maar in trilling toeneemt en dat licht wat door ons stroomt, wat alleen maar helderder en helderder wordt, met elke stap die wij maken waarin wij onze conditionering, onze programmering, alles wat we mee hebben gekregen van onze ouders, van de kerk, ons dorp, ons land, cultuur. Hè, je bent een meisje, het moet op die manier. Je bent een jongen, je bent op die manier. Dus al die onzin, die valt meer en meer van ons af. Een mooi voorbeeld daarin ben ik, denk ik, op een bepaalde manier. Oudste van drie dochters. Zeer dominante vader, zeer ondersteunende moeder. Alles voor de zoete lieve vrede en harmonie en willen dat alles er prachtig en mooi uitziet. Voor mij een zeer onveilige situatie, waardoor ik al heel jong ben gaan scannen op wat is veilig en wat niet. Waardoor ik ook al heel jong geblokkeerd ben geraakt. Dyslectisch, faalangstig, allergisch. Nou, de hele reutemefleut. Dat zo ellendig hebben meegemaakt dat ik op mijn 22e gezworen heb. En tot hier en niet verder. Vanaf nu moet het leuker. Vanaf nu moet het fijner. Het leven moet mooier. En toen zijn er ook een hele hoop mooie dingen gebeurd. Ik heb een buurvrouw gekregen die mij Brain Gym kwam geven. Op een moment dat ik helemaal vastliep in mijn studie Italiaanse taal en letterkunde. Dankzij haar ben ik over de dyslexie heen gekomen. Heb ik uiteindelijk wel ben ik afgestudeerd. En mag ik mijzelf dokter Anders in de Italiaanse taal en letterkunde noemen. En vanaf dat moment heb ik heel veel toevalligheden gehad van ontmoetingen van mensen juist op het goede moment die mij precies brachten waar ik moest zijn. En zo gaat het nog steeds. Je kan aan mij goed zien dat ik heel veel van mijn programmering heb losgelaten. Ik doe niet meer heel erg wat andere mensen doen. Ik woon in een camper. Wie woont er nou in een camper? Ik ben in het beste land waar ik nu kan zijn, Zweden. Ik kan het niet laten zien, jongens, want je zit aan een snoertje vast. Ik sta hier weer aan een haventje, aan de zee, met allemaal mooie eendjes en zaagbekken en duikertjes. En weet je, de meeste mensen hebben dit niet, doen dit niet en ik sta hier. En dat komt wel omdat ik mij meer en meer en meer los heb kunnen maken van hoe hurt het, hoe moet het, hoe ben ik een brave vrouw? Hoe ben ik een brave moeder? Dat is meer en meer losgekomen. En ik ben nu meer en meer aan het worden. Hoe ben ik mezelf? Hoe ben ik puur? Hoe ben ik waarachtig? Hoe ben ik uitgelijnd met hoe ik bedoeld ben? Wat heeft mijn ziel voor mij voor ogen? Want ik als mensje met mijn beperkte mind kan niet overzien wat het plan van dit leven is. Waar ben ik nou onderweg? Waar ga ik naartoe? Wie mag ik nog ontmoeten? Wat mag ik brengen in de wereld? Dus wat mag mijn cadeau zijn aan alles en iedereen? En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor jullie. En hoe meer ik dat doe, ontdek ik dat als ik alleen maar leef als mens, dat ik onder een plafond zit. Of achter een dik gordijn. In het Engels noem je dat ook wel the veil. Hè? Dus het gordijn of de sluier van vergetelheid. Toen wij afdaalden als zieltje als grote ziel in dat kleine lijfje. Toen we geboren werden. Toen vergaten we wie we werkelijk waren. Alle levens die we hebben geleefd. Alle kennis die we hadden. Alle talenten. Alle hulpbronnen die we hebben. We hebben weet ik veel hoeveel beschermengelen om ons heen. We kunnen altijd contact maken met aarde of met de natuur of met het goddelijke.
Maar we weten het gewoon niet. We denken gewoon dat we hulpeloos zijn, dat we ons papa en mama nodig hebben en dat we melk nodig hebben, knuffels en schone luiers. En dat is natuurlijk ook wel zo. En we hebben heel veel meer nodig, namelijk al die goddelijke energie. Want dan gaan we worden wie we zijn en hoe we bedoeld zijn hier. En in mijn ogen, al dat studeren wat ik doe, brengt mij steeds een klein stukje dichter bij wie ik werkelijk ben. Dus elke keer kom ik erachter van, is dat nog goed voor mij? Moet ik dat nog doen? Ik voel me er zo rot bij. Het kost me zoveel energie, het kost me zoveel kracht. Moet ik dit nog doen? Of is het dan werkelijk nu de bedoeling dat ik ook dit loslaat? En jongens, het is niet grappig. Ik ben je echt niet aan het vertellen dat dit nou per se de makkelijkste weg is of de fijnste weg. Alhoewel, ik moet zeggen, de mensen waarmee ik overblijf zijn prachtig en dat vult mijn hart. En ik ben ook veel meer vriendjes met mij geworden. Hoe ik dat kan uitleggen is, alle kritiek die ik vroeger op mij had, omdat er zoveel kritiek op mij was als kind, dat heb ik toen naar binnen ingeslikt alsof dat van mij was en dat ik dacht dat dat waar was en dat het dus klopte. Maar daar ben ik mee gestopt. Dus ik zeg helemaal geen dingen meer tegen mezelf als van, weet ik veel, ik ben lelijk of ik ben dik of ik ben stom of dat kan ik niet. Of daar ben ik mee gestopt. En het grappige is, omdat ik het niet meer doe, krijg ik het ook helemaal niet meer van de buitenwereld te horen. En degene die dat nog wel deden, die zijn vertrokken. Dus op een gegeven moment heb je die uitdaging niet meer nodig. Dus op die manier word je wel veel meer vriendjes met jezelf. En dat is echt heel fijn. Want voel maar gewoon naar jezelf. Als je iets aardigs tegen jezelf zegt, dan voel je je waarschijnlijk gewoon lekker en fijn. Want dat klopt. Hè, dat noemen ze, dat is in alignment. Je zit in de vortex. Je zit in jouw energie met jouw ziel. En wat je zegt en wat je denkt is kloppend. Terwijl als jij lelijke dingen tegen jezelf gaat zeggen, dan voel je je kloten. Want, zegt je ziel, ik weet niet waar jij mee bezig bent, maar zo denk ik er niet over. En dan ben je dus buiten je vortex. Je bent dus niet meer verbonden met wie je daadwerkelijk bent. En dat voelt heel rot en koud en naar. En waarschijnlijk herken je het wel, want mogelijk heb je dit heel veel en heel lang gehad in je hele leven. Nou, wat je eigenlijk zelf leert via het volgen van het Quantum Eye portaal, waar je toegang toe krijgt via, ik heb hem niet eens gepakt, via mijn oranje boek, hè, van IQ naar QI. Jullie hebben hem denk ik allemaal. Bladzijde 69 staat een link, een URL. En daarmee ga je naar de achterkant van mijn website. En daar staan in audiovorm, in videovorm en in cheat sheet vorm staan de stappen die je kan doen 's ochtends als je wakker wordt, 's avonds als je in slaap valt. Waarom doen we dat nou 's ochtends en 's avonds? Als je net wakker wordt, ben je nog in een breintoestand en die noemen we theta. En theta ben je soort van in hypnose, je bent nog programmeerbaar. Dus dan leer je het snelst en het diepst. Dus als je nog liggend in je bed begint met intentie zetten, tappen voor de 5 elementen en wapperen voor je hart- en kruinchakra, dan stap je al helemaal met je goede been uit bed. Yes. Dus je kompas staat scherp, je meetinstrumenten staan allemaal scherp gesteld. Jij hebt voor die dag heb je de richting uitgestippeld. Maakt niet uit hoe mijn dag gaat lopen. Mijn dag is de beste dag die ik kan hebben. Ik ben helemaal verbonden met wie ik werkelijk ben. En ik leef de dag van mijn beste zelf. Dus dat is wat je dan 's ochtends zegt of doet. En wanneer je uit je bed komt, misschien als je gewassen bent en aangekleed, maar het kan ook gewoon ervoor, want het duurt maar iets van 2 minuutjes, dan doe je de pace. En de pace zijn 4 oefeningen uit Brain Gym. Bijna iedereen hier heeft deze al gedaan. Ik zal ze zo even met jullie ook voordoen. Want als we samen met z'n allen in pace zijn, dan zal je merken dat je je beter voelt en dat je uit fight-flight bent. Want als je in fight-flight bent, dan word je steeds meer dat compacte mensje. Je wordt steeds meer materie. Je wordt steeds meer afgescheiden van wie je werkelijk bent. Je kunt steeds moeilijker liefde en licht ontvangen en informatie van je ziel en van de goddelijke bron.
je wordt steeds afgescheidener als een klein bang jongetje of meisje huilend onder een steentje. Terwijl als je de pace doet, de 4 stappen, dan merk je aan jezelf, oh, ik ben niet aan het overleven, ik ben aan het leven. En wanneer ik leef, dan groei ik, want dan sta ik open voor nieuwe dingen. Dan komen er ook nieuwe dingen op mijn pad. En ik zal anders reageren op dingen die ik voorheen spannend vond. Want ik weet eigenlijk, ik ben een grote mevrouw of meneer geworden. Ik weet best wel dat ik dit kan. Dat ik dit vroeger spannend vond. Ja, dat weet ik. Dat was ook heel erg spannend. Maar ik heb echt wel veel bewijs dat ik het wel gewoon kan. Dus waarom zal ik me hier nog druk over maken? Dus die pace geeft je een super groot cadeau. Ik weet dat jullie voor de hele challenge gaan. Maar voor de mensen die met zichzelf in de knoei komen en de neiging hebben tot afhaken. Want dat zou zomaar kunnen. Want op deze manier aan jezelf werken ben je ook wel aan het zagen en sleutelen aan een aantal kettingen en een aantal beperkende overtuigingen. En het zou zomaar kunnen dat je ego met je aan de haal gaat. Als je niet meer de intentie zet en niet meer het tappen doet en niet meer het wapperen voor je hart en je kruin, doe dan minimaal toch de pace. Doe hem 's ochtends, doe hem 's avonds. En het is ook heel fijn om hem ergens in een wisseling in je dag te doen. Dus stel dat je, weet ik veel, je hebt een ochtendprogramma en je hebt je lunch gedaan. Voordat je dan aan je middag begint, dat je weer even de pace doet. Want dan ben je weer helemaal uitgelijnd met wie jij bent. Al zou je alleen maar dat doen, weet ik zeker dat je leven verandert. En wel denk ik bijna 50%. Het is echt heel erg veel. Dat noemen we dan lineaire groei. Nee, ik denk meer dan dat. Wat je dagelijks doet is lineaire groei. Dus hè, je hebt je lijntje van A naar B. En dit is dan een soort van, nou, hè, zo gaan we door het leven. En als je af en toe wat oppikt, dan zou het kunnen zijn dat je ietsje aan het stijgen bent. Dat noemen we lineaire groei. Dat is wat de meeste mensen doen. Door de pace te gaan doen, ga je exponentieel groeien. Dus je gaat harder omhoog. Dus je curve gaat helemaal omhoog trekken. Wanneer je het hele protocol doet, 100 dagen, dan ga je quantum jumpen. En dat is wat anders. Dan ga je niet meer zoals een mensje groeien, maar dan ga je groeien naar de tijdlijn die voor jou het allerbeste is. Dan word je in je energie wie jij bedoeld bent om te zijn en daarmee ga je aantrekken het leven wat bij jou hoort. Want het is like attracts like. He, dus hoe heet het ook weer? De law of attraction. Ja. Dus, let op. Want je hebt vast The Secret gelezen en law of attraction gedaan. En heel vaak gedacht van, ja. Ik doe toch zo mijn best, maar waarom lukt het nou allemaal niet? Nou, dat komt omdat jouw vezels, jouw programmering, jouw mindset niet gelooft dat wat je wil, dat daadwerkelijk voor jou bedoeld is. Dat jij dat kan, dat je daar naartoe kan. Dat is te ver weg, te ver gegrepen. Die zegt, ja, wie ben jij nou helemaal om dat te willen? Ben je wel lekker? Weet je waar je vandaan komt? Zo doen wij dat niet hier. En dat maakt dus dat je jezelf saboteert. Dus meestal merk je eerst een we gaan beter, het gaat lekkerder, het is fijn. En dan komt die saboteur die zegt van, ja, ben je helemaal gestoord? En dadelijk, hè, hoe moet dat dan? Als dat allemaal gaat lukken? Hè? Blijf je dan nog hier wonen? Blijf je dan nog met deze partner? Blijf je dan nog deze baan doen? Waar gaan we dan ons geld vandaan halen? Hoe gaan we dan ons AOW redden? Hè, dus er gaan heel veel angsten gaan er dan naar boven komen die zeggen van, ja, ik weet het niet hoor, of je dit moet doen. En die saboteert je dan uit zo'n programma. En bijvoorbeeld ook, dat is dan de reden waarom The Secret bijvoorbeeld niet lukt. Wat je ziet als je goed kijkt in het Quantum Eye portaal. Hè, Quantum Eye staat voor de beste versie van jezelf. En dat is niet het beste poppetje. Maar dat is dit poppetje gekoppeld aan je ziel, je overziel en de goddelijke bron. En hier op aarde waar we het allemaal mogen doen. En dan je koers vindend. Ik leg dit zo nog beter uit.
Dat Quantum Eye portaal, dat laat heel duidelijk zien dat we intentie gaan zetten. En na het intentie zetten gaan we deleten. Dus we gaan opruimen wat ons niet meer dient. We gaan downloaden wat ons gaat helpen. En we zijn dankbaar voordat het al gebeurd is. Hè? Want we zien al in de toekomst, in het nu eigenlijk, dat het al zo is. Of het is iets beters. Dus daar zit al een keertje een stukje delete in. En het ophalen van je allerbeste bron. De informatie die je nodig hebt om te komen tot je doel. Daarna gaan we tappen. Dit is een manier om saboteurs eruit te halen. En daarna gaan we tappen voor geblokkeerde emoties. En dat is hoe ons lichaam op slot gaat. Als wij denken aan een bepaald doel en we hebben een programmering eronder staan die dat niet dient, dan gaan we emotioneel op slot en dan kunnen we niet verder. Dan stromen de vijf elementen stromen niet in elkaar door, waardoor we stagneren, niet de energie hebben en niet door kunnen. Dus als je heel goed naar dat Quantum Eye protocol kijkt, ben je op 1, 2, 3 niveaus ben je saboteurs aan het wegtappen en aan het weghalen. En dat is waarom dit programma zoveel succesvoller is dan alleen maar een moodboard maken. Of alleen maar een tekening maken van dit is het Walhalla, de hemel waar ik naartoe aan het bewegen ben. En het helpt allemaal, dus alle stapjes helpen. Of je nou een moodboard maakt of een tekening, of je maakt een mooie collage met allemaal mooie plaatjes. Of je maakt zo'n spinnenweb ding met allemaal woorden. Het helpt allemaal. Je kan overal stickers opplakken. Je kan een schriftje bijhouden. Een dankbaarheidsschriftje 's avonds. Van ik ben dankbaar voor de dingen die vandaag goed zijn gegaan. En de mooie mensen die ik vandaag heb ontmoet. En ik ben zo trots op mezelf dat ik dit heb volgehouden. En dat ik 2 keer de pace heb gedaan. En ik ga zo lekker slapen. En ik ga nog een keertje intentie zetten. Dus je kan op zoveel manieren jezelf ondersteunen. Jullie kunnen ook elkaar ondersteunen. Jullie kunnen hier op Facebook, dit is een pagina, dus niet een besloten groep, dit is een pagina waarop je kunt zien wie er allemaal meedoen met deze live. Dus als jullie nog geen vriendjes met elkaar zijn, zou je een vriendschapsverzoek kunnen doen. En kan je bijvoorbeeld met elkaar ook overleggen van joh, hoe doe jij dat nou? Of kan jij mij even helpen, want ik loop hier bijvoorbeeld vast. Dat kan je ook aan mij vragen. Dat kan allemaal onder zo'n live of je stuurt een persoonlijk bericht. En dan help ik je er graag doorheen. Ik kan je niet beloven dat de komende 100 dagen alleen maar easy peasy worden. Want je saboteurs en je ego, die alleen maar wil dat jij overleeft en dat jij van A naar B haalt. Dus van je geboorte tot aan je dood. Die is helemaal niet geïnteresseerd in hoe fantastisch jij bent. Het ego denkt trouwens dat hij of zij de kapitein op dit schip is. En hoe bedoel je een ziel? Sodemiet erop. Hoe bedoel je een overziel? Ben je helemaal gek geworden? En waar hebben we het over? God? Nou, die bestaat niet in mijn boekje. Dat is hoe het ego erin staat. Dus dat is ook een beetje hoe ik je wil uitleggen hoe je dit Quantum Eye portaal zou kunnen doen. Hangt ervan af waar jij bent op jouw pad. Ik neem even een slokje. Proost. Als je denkt, Merel, dat ziet er heel raar roze uit. Vitamine C. Lekker. Ze hebben hier allemaal smaakjes. Dus ik neem mijn vitamine C als mijn limonade. En dit is bosbessen. Beetje zuur, maar wel heel lekker. Dus, ik leg het uit aan de hand van de chakras. Chakras zijn energiewielen. Je kan het een keertje googlen als je er nog niet bekend mee bent. Even voor de eenvoudigheid gaan we hier... zo zuur... dat er water achteraan moet. Onze ziel leeft in ons en buiten ons. Die is waanzinnig groot. Die is heel veel groter dan ons pakje. Vaak groter dan de aarde. Vaak zo groot als het universum. En helemaal die oversoul is gewoon één met al dat is. Dus het is echt super, super groot. Kun je helemaal niet bevatten, kun je helemaal niet bedenken. Geeft helemaal niks. Een fijne verbinding die de ziel of het energetisch veld met ons heeft, is via onze chakras. Dat kun je zien als energiewielen. Nou, we hebben er eentje bij ons kruis, of bij onze wortel. Hè, je wortel aan de achterkant, je sacrum. En dat noemen we ook wel het wortelchakra. Heeft te maken met veiligheid. En ik ben.
Je tweede chakra zit iets hoger, ongeveer op je schaambeenrand. Nou, dat was een heel goed idee, die vitamine C. Ik denk dat er precies zo'n zuur dingetje in mijn keel zit. Die heeft te maken met creativiteit. Met bewegen, met procreatie, met dingen creëren. Maar ook seksualiteit, dat zit daar. En dan heb je je plexus solaris. Die zit net onder je zwaardvormig aanhangsel. Die heeft te maken met ik denk. Beide drie, de onderste drie, hebben te maken met ons aardse zijn. Met ons mens zijn. En wanneer jij heel erg nog aan het overleven bent, en dan zeg ik nog, en dat ik ben het dagelijks, dus maak me geen illusies. Kijk, een mens, een lijf, lijkt dood te kunnen gaan. Die ziel gaat natuurlijk never, nooit dood. Dat is energie. Energie is en blijft. Het kan hoogstens verplaatsen, maar het kan niet weg, het kan niet dood. Het kan alleen maar expanderen, het kan alleen maar meer worden. Wanneer je aan het struggelen bent in je aardse zijn, dan is bezig zijn met die onderste drie chakra's is meer dan genoeg. En dan zouden je onderwerpen in het intentie zetten dat je doet, zouden heel erg met aardse dingen te maken kunnen hebben. Bijvoorbeeld vier dingen. Ik heb veel trainingen gedaan bij Open Circles Academy, bij Nisande Neta. En daar hadden we op een gegeven moment een programma en dat heette Happy, Healthy, Wealthy, Wise. Happy, Healthy, Wealthy, Wise. Het is hartstikke fijn om dadelijk als we klaar zijn of de komende week, om eens voor jezelf op te schrijven welke ingrediënten maken dat ik mij happy voel, dat ik me gelukkig voel. Wat voegt toe aan mijn geluk? En meestal zijn dat geen aardse dingen. Je kan misschien denken chocoladeijs, maar dat is het meestal niet. Vaak is het even wandelen en met je snuffert in de zon. Hè? Of op een bankje zitten en een vogeltje horen fluiten. Of even een lief berichtje van een vriend of een vriendin. Hè? Of een eye over je bol. Of je eventjes gewoon goed voelen. Gewoon even blij en gelukkig zijn. Hè? Dat is vaak happy. Healthy. Gezondheid. Hoe beter jij verbonden bent met wie je werkelijk bent, hoe meer licht en liefde door jou heen kan stromen, hoe meer je verbonden bent met Moeder Aarde, hoe gezonder je zal zijn. Geblokkeerde emoties, trauma, vestigt zich in ons lichaam. En hoe meer we gematerialiseerd zijn en hoe meer we mensen zijn en hoe meer we tastbaar zijn, hoe zieker we ons voelen en hoe minder energie we hebben. Hoe lichter we zijn, dus hoe meer we alle beperkende overtuigingen opruimen en hoe meer we ons verbinden met wie we werkelijk zijn, hoe gezonder we zijn. Dus wat betekent voor jou gezondheid? He, schrijf het op. Misschien betekent het dat je maar twee keer per jaar de griep hebt. Of dat je maar één keer per maand hoofdpijn hebt. Of misschien betekent het dat je 2 kilometer kan lopen. Of dat je fris en fruitig uit je bed stapt. He, er zijn natuurlijk heel veel manieren. Ieder is waar die is. Happy, healthy, wealthy. Wealthy gaat over wealth, over welzijn, rijkdom, abundance. Dus een overvloed aan zaken die voor jou belangrijk zijn, dat die naar je toe komen en dat die er voor je zijn. En dat kan over geld zijn en overvloed. Maar het kan bijvoorbeeld ook zijn een dak boven je hoofd hebben. Of gewoon vandaag te eten hebben. Liefde die tot je komt. Of een complimentje. Het is allemaal energie. Kijk eens voor jezelf welk level van wealth je op dit moment hebt. En ben je daar content mee? Of zeg je van nou, het lijkt me eigenlijk best heel fijn om mijn programmering zo aan te passen dat ik automatisch meer aantrek dan nu. Want nu red ik het altijd net. En dat is een beetje jammer. Terwijl als ik met net zoveel gemak in de wereld mijn mindset kan aanpassen en mijn programmering kan aanpassen en ik krijg 10 keer zoveel. Ja, waarom dan niet? Hè, desnoods spaar je lekker en geef je het aan je kinderen. Weet ik veel. Of ga je een keer op die reis. Of koop je toch een keer die camper die je heel graag zou willen. Hoe fijn is dat? En dan hebben we nog happy, healthy, wealthy, wise. En wise, wisdom, wijsheid. He, we zijn allemaal grote mensen hier. Wijsheid komt met de jaren.
En de vraag is natuurlijk of dat waar is. Want waarschijnlijk zo'n zieltje wat nog niet helemaal geprogrammeerd is en wat nog één is met de goddelijke bron, heeft direct toegang tot alle informatie. Dus ze is waarschijnlijk veel wijzer dan dat wij zijn. Toen zijn we er helemaal uitgetraind. En zijn we braaf gaan doen wat de meester en de juf zei. Ja juf, ja meester, ja ik zal het doen. Ik vind het niet leuk, maar ik doe het wel. Ja hoor, ik heb het netjes af. Heb ik het goed ook met per een streep door? En heb ik het fout gedaan? Wat voor cijfer heb ik nou? Oh ja, oké. Okay. Nou, er wordt natuurlijk enorm gepromoot in onze maatschappij om maximaal te leren. Ik heb ook braaf universiteit gehaald en nog een hbo erachteraan. En de mensen die het meest geïndoctrineerd zijn, zijn toch wel degene die heel erg lang gestudeerd hebben. Universiteit. Wij hangen slechts één waarheid aan. Namelijk de waarheid van de wetenschap. Want uit de wetenschap is namelijk de verbinding met het goddelijke helemaal eruit gehaald. Want ja, dat was al het hoofdstuk van de kerk. Dus daar mochten ze niet aankomen. Dus univers. Dus als je de universiteit hebt gehaald en je bent master of je bent dokter of weet ik wat, dan ben je zo in een fuik getraind met steeds meer kennis dat je eigenlijk helemaal niet meer open staat voor wat er allemaal werkelijk is. Je gelooft nog maar één ding. Dus eigenlijk zijn dat de gevaarlijkste mensen, jongens. Dus het is veel beter, denk ik, wel om heel veel te leren en te ontwikkelen en op te ruimen wat je niet meer dient. En open te staan voor alle mogelijke mogelijkheden. En je voelt vanzelf in je lijf of met je spiertest of het voor jou klopt. Is dit waar? Dat mag je de hele dag afvragen. Zet het groot in je schrift. Is dit waar? Is dit waar? Jij moet je eigen waarheidsmeter gaan worden. Je leugendetector. Is dit waar? Wat ik nu zeg, is dat waar? Wat ik nu voel, wat de ander nu zegt, is dat waar? Of klopt het eigenlijk niet? En wat je gaat merken is dat je steeds zuiverder gaat leven. En dat je geen bullshit meer accepteert. Maar ook bijvoorbeeld dat je, als je uit 10 dingen mag kiezen om te eten, dat je alleen maar dat neemt hoe aanlokkelijk de rest er ook uitziet. Waarvan je voelt van, joh, dit past qua energie bij wie ik ben. Dus dit gaat mij voeden. En alle andere dingen worden, denk ik, ballast, een hele dure poep. Dus die ga ik niet willen. Dus ik neem nu lekker dit wat bij mij past. Nou, in mijn geval zijn dat heel vaak rijstwafels en wortelen. Gaat bijna altijd goed. En water natuurlijk. Oké, die chakras. We hebben er nu 3 gehad. Happy, healthy, wealthy, wise. Horen heel erg bij die onderste 3 chakras. Terwijl wise en abundance zou je ook al een beetje hoger kunnen zien. Je 4e chakra, je hartchakra, wordt ook wel de zetel van de ziel genoemd. Dit is waar wij manifesteren. Het feest van de handen. Mani zijn handen. Festa is feest. Wij manifesteren dat wat onze ziel voor zich ziet in consciousness. En hoe wij dat in de materiële wereld kunnen neerzetten. Dus dit is al een verbinding met het goddelijke. De bovenste 3 chakras, je keel, je 3e oog en je kruin, zijn direct verbonden met het goddelijke. Keel wordt wel gezegd, hoort bij het Christusbewustzijn. Daar moet ik ook nog even wat van zeggen. Wij hebben dat allemaal. Wij kunnen allemaal het Christusbewustzijn bereiken. Helemaal als je dit soort cursussen doet of kinesiologie studeert. Want je wordt steeds zuiverder en steeds meer verbonden met wie je werkelijk bent. En het Christusbewustzijn wordt bijvoorbeeld in het Oosten enlightenment genoemd, verlichting. En dat is een staat van zijn die we allemaal kunnen bereiken. Door onze programmeringen en dat wat we allemaal niet zijn overboord te gooien. En te omarmen dat wat we werkelijk wel zijn. Dat Jezus ook Christus werd genoemd is omdat hij werd niet als Jezus Christus geboren, hij werd als Jezus geboren. Of Yeshua. Even luisteren. Oké. Ja, als ik zijn naam roep, dan krijg ik vaak direct gelijk verbinding. Dus dan krijg ik ook bericht door. Iedereen, wat ik in de Bijbel staat, wat ik kan doen, kunnen jullie ook of beter. Dus denk niet van, oh, maar hij was zo fantastisch. Hij stond op zo'n voetstuk.
Lieve Vader, Moeder God, lieve Christus, fantastisch, maar ik ben maar een nietig mens, ik ga daar nooit komen. Hij zegt, dit kun je ook. Be the light, dus wees het licht, loop je pad, be the way. En alles wat ik kan, kunnen jullie ook of beter. Dus vertrouw daarin, heb daar geloof in, maak je niet klein, blijf gewoon doorgaan en je zal zien dat je steeds een stapje dichter bij dat licht komt. Dus dat is, Christus bewustzijn zit hier. Dit gaat over het vrouwelijk deel van God. Dat noemen we ook wel de bron of de heilige moeder. Als ik een gebedje doe, zeg ik altijd lieve vader, moeder, God, Christus bewustzijn. Dus dan pak ik die drie chakra's er gelijk bij. En dit is je verbinding met het mannelijk goddelijke. Merlin zit in de groep. Ik heb met haar vier weekenden tarot gehad. En er zitten vier kaarten in de nieuwe ordening die wij studeren via Peter Samwel. En daarin zit een zesde kaart en een achttiende kaart. En de zesde kaart staat voor de intuïtie. En dat is de vrouwelijke goddelijkheid. En die voel je in je lijf. Dat is een heilig weten. Dit voelt goed. Zo moet ik het doen. Ik weet het zeker. Dat zit in je lijf. En het mannelijk weten, dat wordt de waarheid genoemd. Dat is, het kan niet anders. Je voelt het. Het is zo. Ik wou een voorbeeld geven, maar het is niet waar. Ik wilde zeggen, water is nat, maar het is niet waar. Water is niet altijd nat. Water is er in een hele hoop vormen. En alleen maar boven nul in de vloeibare vorm is het nat. Het is heel erg leuk. Je hoort gewoon dat het niet klopt. Dus, terwijl de meesten wel het ermee eens zou zijn dat het water nat is. Dus zo hebben we nu die zeven chakra's gehad. En al naar gelang waar jij bent, en de mensen die kunnen spiertesten, kunnen kijken op voor welk niveau ze hun intenties mogen zetten. Dus je kan bijvoorbeeld wanneer je intentie zet zeggen, ik ben mijn quantum eye. Ik ben de beste versie van mezelf. Ik ben gelukkig, gezond. Ik moet dat in het Engels zeggen. Happy, healthy. Ik ben wijs en ik ben rijk. Of ik leef een overvloedig leven. Dat kan je zeggen in je intentie. En daarna ga je naar je stappen. Delete, delete, delete. Ik verwijder alles wat dit saboteert. Wat maakt dat ik niet gemakkelijk happy, healthy en wealthy wise ben. Dat kan. En dan ben je redelijk met de onderste drie ben je bezig. Alhoewel abundance misschien ook wel op hartniveau zit. En wise, wisdom misschien ook wel op de bovenste drie. Maar stel nou dat je heel spiritueel bezig bent en je zegt van ja, ik denk dat ik wel genoeg nu, of in ieder geval voor nu voldoende heb gewerkt, even aan het onderste stukje. Ik ben mijn quantum eye, ik ben de beste versie van mijzelf. Ik ben precies zoals mijn ziel, zoals de bron mij bedoeld heeft. Ik leef mijn missie, ik ben het werktuig van de goddelijke bron hier op aarde. En ik laat mij leiden op mijn pad. En ik dien het hoogste goed. Dat is ook een intentie. En dat is een hele spirituele intentie. En die kun je ook doen. Dus voel wat je nodig hebt. En het zou zomaar kunnen zijn dat je in de 100 dagen begint met een hele aardse. Gewoon omdat je genoeg energie wil hebben om uit je nest te komen 's ochtends. Ja, omdat je gewoon, het is midden in de winter, we hebben net de kortste dag gehad. Duurt echt nog maanden voordat die zon er weer lekker is. En je zou gewoon blij zijn als je door je dag heen kwam. Ja, dan hoef je misschien niet zo'n hele spirituele intentie te zetten. Je kan het heel simpel houden. Je kan gewoon in je intentie zetten, ik ben mijn quantum eye. Ik ben de beste versie van mezelf. Maar zorg dan wel dat je in jouw schriftje hebt opgeschreven wat dat inhoudt. Of dat je er een plaatje van hebt gemaakt of een tekeningetje. Want hoe concreter we zijn, hoe duidelijker we uitspreken wat we wensen en verlangen, hoe groter de kans is dat we dat daadwerkelijk gaan bereiken. Als ik alleen maar zeg van, oh, ik ben mijn quantum eye. Ja, whatever dat is. Want dat weet je dan misschien helemaal niet. En waar zijn we dan naartoe aan het bewegen? Dus dit is een stukje waar je zelf eventjes over na moet denken. En een beetje op moet kouwen. En misschien met elkaar moet sparren. Je kan hier ook vragen over zetten in de groep. Als ik dadelijk klaar ben met het doen van de Facebook Live.
Dan zal ik hem even kijken of ik dat kan zien. Nee, ik kan niet zien hoe laat het is. Dus ik raad er nog even door. Voor mijn gevoel zit ik op 3 kwartier. Wat ik jullie sowieso beloofd had, is dat we eventjes de pace gaan doen. Dus we gaan even de pace doen, want ik wil dat je die goed kunt. Dus mijn vraag is, heb je water bij de hand? Want dat is namelijk stap 1 van de pace. Water geeft energie. Ik zal het nog even uitleggen. In de Brain Gym werken we altijd met 5-stappen-protocollen. En stap 1 is, zorg dat je in pace bent. Want als jij uit fight-flight bent en je staat open om te leren en je bent in je eigen leerritme, dan zul je makkelijker de stof en de veranderingen kunnen interneren, tot je kunnen nemen. En Facebook zegt 49 minuten, dankjewel. Nou, mijn interne klok werkt best heel aardig. Dat is fijn. En dat wist ik ook wel. Dat hoef ik eigenlijk niet te zeggen. Maar dankjewel voor het laten zien hoe lang het is. Ik kan geen tijd meer zien. Ik zie van alles, maar ik zie geen tijd meer. Volgende keer doe ik denk een horloge om, als ik eraan denk. Dus de pace. Pace staat voor ritme, pas, jouw loopmanier, jouw manier van leren in het leven. En in de eerste stap, de pace, waar we starten met een protocol, spellen we achterstevoren. Dus we beginnen met de E en de E staat voor energy. En water drinken geeft ons energie. Dus neem allemaal wat te drinken. Water te drinken. Ik was niet duidelijk genoeg. Water te drinken. Want het geeft niet alleen energie, het maakt je ook helder en het maakt dat je je toxines kan uitscheiden. Vervolgens, ik zal even mijn sjaaltje open doen, maak je een soort van pistooltje van je hand. En die laat je zakken ongeveer op pupilbreedte. En dan kom je hier onder je sleutelbeenderen, kom je in deukjes terecht. En zoals je ziet beweeg ik en mijn duim en mijn 2 vingers. Die gaan heen en weer en mijn andere hand leg ik op mijn navel. En door dit te doen geven we energie aan onze hersenhelften, aan onze ogen, aan onze oren. Ergens ook aan onze neus en onze mond. Dus aan al onze zintuigen. Aan onze armen, handen en benen en voeten. Dat maakt dus dat wij als mens kunnen functioneren hier op aarde met 5 zintuigen. Die geïntegreerd zijn met ons brein en ons totale fysiek. Nu wisselen we van handen. Dus een pistooltje van je andere hand. Zoek de deukjes op. Masseer weer. Andere hand op je navel. Ik moet er vaak een beetje bij zuchten, puffen en soms boeren. Daarmee laat ik dingen los. Hartstikke goed. Nu gaan we kruislopen. Ik zit hier. Kruislopen lijkt op marcheren. Dus mijn linkerhand gaat naar mijn rechterknie. Mijn rechterhand gaat naar mijn linkerknie. Ik doe dat zittend. Dus bij mij ziet het er zo uit. Jij mag dat staand doen of ook zittend als dat fijn is. Waar de E stond voor energetic, stond de C voor clear. Dat waren de breinknoppen. En nu doen we de A van active. En dat is actief, want we brengen eventjes onze hartslag omhoog. En onze spieren moeten samenwerken. We hebben altijd een aantrekkende spier en een loslatende spier. En we doen dat gekruist. Dus we schakelen 2 hersenhelften tegelijk in. En we moeten over die hersenbalk, waardoor we een one brain hebben of een geïntegreerd brein, waardoor we veel slimmer zijn. Want als we in de stress zitten, dan zitten we vast in 1 hersenhelft. En dan ben je per definitie niet op je slimst. Dat brein is 1 grote antenne. Dus hoe beter je dit doet, hoe beter je de messages, de berichten van onze bron kunt ontvangen. Waardoor je meer en meer wordt wie je werkelijk bent. Dus dit is super tof. A. En dan gaan we nu naar P, positief. Positief. Je maakt je armen lang. Je kruist je polsen. Je doet je handen tegen elkaar, vingers in elkaar. En je trekt naar binnen. Ik heb mijn linkerarm voor. Dat betekent dat ik mijn rechter enkel over mijn linker enkel heen doe. Dus ik zit nu behoorlijk in de knoop. Zo heet het ook, in de knoop. En dit is om met je lichaam te laten zien aan je brein van joh, ik denk dat we veilig zijn, want dit is een hele rare houding als er een sabeltandtijger is.
Dus we zijn een signaal aan het geven aan ons brein. Om te zeggen van joh, stop maar met die fight-flight hormonen. Word maar kalm, kom maar bij jezelf. Wat we er nog bij gaan doen is inademen door de neus. En terwijl je dat doet, heb je het puntje van je tong tegen je gehemelte. En uitademen door de mond. En dan ligt je tong ontspannen in je mond. En dat doen we een paar keer met de ogen dicht. Dus als je staat en je evenwicht is niet goed, ga alsjeblieft zitten. Voel hoe je kalm wordt, dat je rustig wordt, dat je uitlijnt op je ruggengraat. Dat je uit het overleven gaat en terugkomt bij jezelf, bij wie je werkelijk bent. Helemaal kalm. En dit is allemaal nodig om te kunnen leren. Want je moet je veilig voelen en rustig om te kunnen leren. Oké, doe je ogen maar weer open. Vingertop op elkaar. Helemaal goed. Nu hou je je ogen open, maar je ademt op dezelfde manier. Dus neus in. En mond uit. En bij het in heb je je tong omhoog. En bij het uit heb je je tong laag. Kijk een beetje om je heen. Dit hoort bij het stukje waar je aan het openen bent voor nieuwe informatie. Om opnieuw te kunnen gaan leren. Om opnieuw te kunnen gaan groeien. Om te gaan ontdekken wie je werkelijk bent. Waarschijnlijk niet dat gecondenseerde. Ja, dat is een heel goed woord. Geconditioneerde kleine mensje. Maar je bent waarschijnlijk die fantastische ziel. Met een lichamelijke uiting hier op deze aardkorst. Ik heb met Gaia afgesproken dat ik niet meer ga zeggen op deze knikker. Dat is niet respectvol. Als wij deel zijn van Gaia en Gaia is ons, dan is het heel onaardig om te zeggen dat wij hier op een knikker leven. Dus, sorry Gaia. Ik probeer het niet meer te doen. We hebben nu de pees gedaan. Ja, er is iemand die probeert in de groep te komen. Ik zal dadelijk zeggen hoe ze er kunnen komen. Ik laat het nu eventjes lopen. Want ik wil eventjes met jullie het hier netjes afmaken. Dus we hebben nu de pace hebben gedaan. Ik moet even iets checken. Ja, ik ga met jullie even toch het hele protocol doen. Ik wil dat niet doen, want weet je, iedereen die het boek heeft, die heeft het protocol. En ik ga hem op een bijzondere manier doen. Wanneer je hem voor jezelf doet, doe je hem waarschijnlijk net een heel klein beetje anders. Ik ga hem doen voor de hele groep. Dat wij met z'n allen, met gemak, deze 100 dagen doorkomen. Op een hele fijne manier. Met elkaar. Elkaar steunend. Elkaar helpend. In liefde. Met precies de juiste intentie die goed voor ons is. Die past bij ons leven. Waar we staan op dit moment. En waar we heen mogen. Waar onze ziel van plan is ons naartoe te brengen. Dus, we hebben nu de pace gedaan. We zijn klaar om te leren. Dit is hoe je het 's avonds dus doet. Dus 's avonds doe je de pace. Dan ga je in je bed liggen. Dan ga je intentie zetten. Dan ga je tappen. Dan tap je voor de 5 elementen. En dan wapper je wat voor je hart en je kruinchakra. En dan val je lekker in slaap. Eventueel in de knoop. Want dan slaap je nog lekkerder. Wanneer je 's ochtends wakker wordt. Blijf je in bed liggen. Doe je eerst intentie zetten. Dan het tappen. Dan het tappen voor de 5 elementen. En het wapperen. Dan kom je uit je bed. En dan doe je de pace. Ik heb deze methode, moet ik er nog even bij zeggen, heb ik onder andere geleerd in de periode dat ik studeerde bij Roy Martina. Na Open Circles Academy en Nisande ging die samenwerken met Roy. En Roy heeft een stuk overgenomen en heeft een stuk ons ook meegenomen op reis naar onze beste versie. Hij studeert ook elke dag altijd. En net als hij combineer ik net als hij zeg maar alle dingen die wij vinden, die werken voor onszelf, die delen we met onze achterban. En zo nemen we iedereen altijd mee. En hij heeft ons gemotiveerd om een boek te schrijven. Zo heb ik mijn allereerste boek geschreven van IQ naar QI. Die je kunt kopen op Selfanizer. Hij was in de aanbieding met 5 euro korting. Nu mag je weer het hele bedrag betalen. Nou ja.
Het is voor een goed doel, zeg maar. En als je dan naar bladzijde 69 gaat, dan vind je de URL naar de website waar dus de oefeningen staan. Je kunt de cheat sheets kun je afdrukken, dubbelzijdig. Dan heb je twee A4'tjes die je altijd bij je kan hebben of in je tas of weet ik veel wat. En overal waar je dan heen gaat, dan heb je met plaatjes en tekst heb je uitgelegd wat je moet doen, wat de stappen zijn. Dus in het begin is dat nog een beetje moeilijk. Over 10 dagen dadelijk, dan doe je het met 2 vingers in je neus. Heb al een hele tijd dat allemaal niet meer open gehad. Ik doe dit allemaal uit mijn hoofd. Want ik doe dit al 5, 6, 7 jaar uit mijn hoofd. Snap je? Dus ik zeg waarschijnlijk ook dadelijk een beetje andere dingen dan dat je zelf gaat zeggen. Dat geeft helemaal niks. Laat je daardoor niet in de war brengen. Ik neem gewoon de hele groep mee. De groep die nu kijkt. Dankjewel ook jongens dat jullie het al zo lang volhouden. Ik probeer het binnen een uur te houden. Dat lukt niet. We lopen denk ik 10 minuutjes uit. Dankjewel voor jullie inzet. Voor jezelf. Met mij. Voor de groep. Voor jouw kring. En voor de hele wereld. En daarbuiten. Dus dankjewel, dankjewel, dankjewel. We hebben nu de pace gedaan. Je weet nu een beetje wanneer je wat doet. Op zich is het wel fijn als je met deze challenge meedoet. Ik ben van plan om meerdere Facebook Lives te geven. Dus ik voel steeds wanneer. Ik zal ze aankondigen. En dan kan je kijken of je mee kan doen. Of dat je hem daarna eventjes kijkt. Is het wel heel leuk als je het boek wel koopt. Het boek zelf zit ook heel hoog in de punten. Heeft een hele mooie energie. Dus als je die centraal in je kamer neerlegt. Bijvoorbeeld op het hoekje van je eetkamer. Dan gaat heel je keuken mee omhoog. En zelfs al je gezinsleden die nooit never meedoen. Die knappen op van het boek wat daar ligt. Dus het is een mooie investering. We hebben de pace gedaan. Ik drink nog een beetje water. Willen jullie dat alsjeblieft ook doen? Want ik heb het idee dat het niveau van water te laag is in de groep. Wat we nu gaan doen. We gaan beginnen. En Roy trouwens had het ook nog weer van iemand anders. Het heette de... volgens mij de Roscoff-methode. Nou, hij heet natuurlijk Roy, dus dat werd de Roykoff-methode. Ik heb er niet de Merelkoff-methode van gemaakt. Het heet gewoon het Quantum Eye Portaal. En wat ik er vooral ook nog aan toegevoegd heb, is de pace. Want ik geloof dat wanneer jij in een staat van leren bent, dat je al die intentie zetten nog veel beter tot je kan nemen. En dat je veel sneller groeit. Dus dat is mijn toegevoegde waarde. En het boek zelf vertelt mijn reis van klein geblokkeerd, allergisch, dyslectisch meisje naar de mevrouw van 2019. Want toen schreef ik het. Nou, jullie zien nu hoe het er nu mee staat. In 2024, 5 jaar later. Alweer 5 jaar later. Dus, we gaan nu intentie zetten. En dat doen we terwijl we onze ogen omhoog rollen. En daarmee kijken we een soort van naar de achterkant van ons voorhoofd. En we hebben het puntje van de tong tegen het gehemelte. En ik zal praten. Dus in dit geval is het makkelijk. Praten met een puntje tegen je gehemelte is een beetje moeilijk. Maar je kan een beetje murmelen. Of je zegt het in je hoofd, zeg je het mee. Dus je hebt je ogen dicht. Je kijkt omhoog tegen je binnenkant van je schedel. En ik ga dan zeggen. Het is onze intentie in deze groep nu. En voor iedereen die nog later deze video zal kijken. En mee gaat doen met deze challenge. Om onze beste zelf te zijn. De beste versie van onszelf. De versie zoals God, de bron, consciousness, liefde en licht. Ons bedoeld heeft te zijn. En dan mag je je ogen openen. Dan zet ik mijn bril weer op. En dan ga je met je hand over je schedelnaad een paar keer heen en weer. En dan zeggen we achter elkaar, delete, delete, delete. Alles wat mij blokkeert. In mij, buiten mij, in mijn programmeringen, in het veld, hier op aarde en erbuiten. Dus we hebben nu alles weggehaald wat ons tegenhoudt. Daarna zeggen we, download, download, download. Van de beste versie van mijzelf. He, want die bestaat al ergens op een quantum line. Alle talenten, alle vaardigheden, alle energie, alle intelligentie, alle hulpbronnen binnen mij en buiten mij die ik nodig heb om mijn quantum eye te zijn. En daarna gaan we naar stap 3. Thank you, thank you, thank you. Dus dankjewel, dankjewel, dankjewel. Ook al weet ik niet hoe ik mijn quantum eye ga worden, wat ik wel weet is dat het al zo is en altijd zo zal zijn of iets beters.
Nou, super tof. Dat is een stukje intentie zetten. Vervolgens gaan we naar tappen. Want nu komt de saboteur. Want er zit natuurlijk iemand echt zo te kijken van... Echt waar? Serieus? Gaan we dit doen? Meen je dit? Je bent toch niet helemaal lekker, hè? Hoe gaan we dit aan je moeder vertellen? Bij wijze van. In je hand heb je hier een streep lopen. Het is ongeveer een centimeter onder de pink. En hier zit dunne darm 3. Dat is een acupressuurpunt. Heb je aan de andere kant ook. En die kan je tegen elkaar aanslaan. En door dit te doen creëer je heel veel ruis in je brein. Waardoor je niet vast kan houden aan je programmering. En dan zeg je met me mee. 3 keer achter elkaar. Ik hou van mezelf. Ik accepteer mezelf. Ik respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik mijn quantum eye wil zijn. De beste versie van mezelf. En ik hou van mezelf en ik accepteer mezelf. Respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik mezelf ga saboteren en ik dit helemaal niet wil. Het was 1 keer. Ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik mijn quantum eye ga zijn of mijn quantum eye ben, de beste versie van mijzelf. En ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik mezelf ga saboteren en een miserable life, een verschrikkelijk leven creëer. Gezellig. Komt-ie. En ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik mijn quantum eye ben en het allermooiste, beste leven creëer wat ik kan hebben. En ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik mijzelf hierin saboteer. Oké, dus dat was stap 2. Dus we hebben intentie zetten, dan hebben we het tappen voor de saboteur. Vervolgens gaan we tappen voor de 5 elementen. Dit is mijn linkerkant en ik tap hier op mijn ribbenboog. Dit is een punt van de mildmeridiaan. En dan zeggen we, ik hou van mezelf. We gaan geblokkeerde emoties wegteppen. Ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik niet geloof dat ik het waard ben om een mooi leven te hebben en mezelf saboteer hierin en echt denk van ja, dit kan niet. Dit is te mooi, dat gaat niet lukken. En ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik weet dat ik een overvloedig leven kan leiden. Een heel fijn leven. Een liefdevol leven. Een leven met alles wat mijn hartje begeert. Alle liefde en vrienden in mijn leven. En mooie relaties. En fijn werk. Oh, mild. Longen. We gaan de duimen langs elkaar bewegen zo op deze manier. Heeft te maken met verdriet en vasthouden aan oude dingen. Dan zeg ik, ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik nog vasthoud aan oude dingen, oude zaken, oude mensen, oude patronen, oude gedachten. Alles wat me niet meer dient. En blijf hangen in het verdriet en maar niet mijn eigen plekje inneem. En ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik inadem en nieuwe indrukken tot me laat en mijn nieuwe leven binnen laat sijpelen. En me open meer en meer en mijn eigen plekje inneem. In dit prachtige nieuwe leven wat ik aan het creëren ben. We gaan tappen in nier. Dat zijn weer die deukjes die we net gemasseerd hebben in de breinknoppen. Nu gaan we ze tappen. Want we halen de energie eruit. Hier zit angst. En dan zeggen we, ik hou van mezelf. Ik accepteer mezelf. Ik respecteer en waardeer mezelf volledig. Ook als ik bang ben. Ook als het, komt-ie, dun loopt door mijn broek. Omdat ik mogelijk zo ga veranderen. Dat ik niet meer helemaal weet of ik nog in dit leven pas. Oké. En ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik de moed heb om door te stappen, om door te gaan. Om elke ochtend, elke avond oefeningen te doen. Aan mezelf te werken. En mij toesta om af en toe het even niet leuk te vinden. En mezelf weer op te pakken en het weer fijn en goed te hebben. En ik weet dat het alleen maar beter en beter en beter wordt. Helemaal goed. Lever. Dit is de rechterkant bij mij, onder mijn borst. Een leverpunt, gaan we tappen. Ik hou van mezelf, ik accepteer mezelf. Ik respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik boos ben, wrok voel, mensen en mezelf veroordeel. En niet de energie heb om nieuwe dingen op te pakken. En ik hou van mezelf, accepteer mezelf, respecteer en waardeer mezelf volledig. Wanneer ik alle woede... En boosheid laat gaan. Als ik mezelf en anderen vergeef. En als ik weet dat ik vergeven word. En als ik energie heb om nieuwe stappen te zetten in mijn leven. Helemaal goed. Dus dit is 5 elementen. We zijn helemaal rondgegaan. Dit teppen is vuur. Aarde. Long is metaal. Dit is water.
En dit is hout. Dus het is een rondje 5 elementen. Nu gaan we wapperen voor ons hartchakra en kruinchakra. En daarmee hebben we alle 4 de bovenste chakras te pakken. En we nemen gelijk daarmee ook de onderste mee. En hier gaan we praten in superlatieven. Dus we gaan zeggen van, ik ben fantastisch. Ik ben liefde. Ik ben licht. Ik ben 1 met de bron. Ik word altijd gesteund. Ik word gezien. Ik ben geliefd. Alle hulp die ik nodig heb, die zal er altijd voor mij zijn. Ik vertrouw het grote geheel. Ik vertrouw mijn pad. Ik vertrouw waar we met z'n allen heen bewegen. Ik vertrouw dat ik hierin geleid word en gesteund word. En dat alle hulp die ik nodig heb er altijd zal zijn. Ik ben liefde. Ik ben licht. Ik ben mijn ziel. Ik ben 1 met de goddelijke bron. Ik ben 1 met Gaia. Ik ben de beste versie van mezelf. Nou, technisch gezien ben je dan klaar. Je zou eventueel nog even in de knoop kunnen om het te ankeren. Of even, dat doen we vaak in de brain gym, even een kruisloopje. Om dit in al je spieren en je cellen even vast te zetten. Dat je zegt van, wow, super lekker. Ja, dit helpt enorm. Dit is fijn. Dit is het, jongens. Heel veel moeilijker is het niet. En ik denk dat als je dit even de rekening mee houdt, 's ochtends, dat je daar 10 minuten voor nodig hebt. En dan nog de pace erachteraan. Dus pak een kwartiertje. Dus als jij op tijd op je werk moet zijn, zorg. Martijn, die moet geloof ik midden in de nacht op. maar jij doet dit protocol de hele tijd. Dus jij weet hoe dit werkt. Dan moet je dus even de rekening mee houden dat je een kwartiertje eerder je wekker zet. En als je dit met een partner hebt die naast je ligt, dan moet je wel even uitleggen van, joh, ik ben deze challenge aan het doen en ik wil dit volhouden en dit is wat ik aan het doen ben. En dat is, en als je het leuk vindt, mag je meedoen, dan leg ik het aan je uit. Het is echt, als je een partner hebt, super fijn als je dit samen doet, want dan groei je samen. Anders groei je ook best wel hard een beetje zo misschien. Wat ik jullie vooral wil zeggen is, jongens, voor mijn gevoel geef ik komende donderdag om 3 uur geef ik weer een Facebook Live. En ik weet niet of die een heel uur zal zijn. Maar dat is dus 3 januari om 3 uur. Als ik dat goed zeg. Want volgens mij is vandaag maandag. Oh, er vliegen gewoon 10 zwanen weg. En we zijn hier steeds. Oh, nu met 11. Misschien zijn het er wel 11. Misschien zijn wij dat, jongens. Witte zwanen zijn de boodschappers. Witte zwanen, zwarte zwanen, wie gaat er mee naar Engeland varen? De boodschappers tussen hemel en aarde. Dus we krijgen zo'n prachtig mooie boodschap voor ons. Voor mijn gevoel dat we gesteund en gedragen worden. Dus ik vind dit fantastisch. Dus ik zal op deze pagina zal ik aangeven wanneer ik weer een Facebook Live doe. Je mag ze altijd ook natuurlijk later kijken. Als je vragen hebt, stel ze nog. Onder de tekst. Martijn zegt het is nog maar een paar minuten hoor. Dus op een gegeven moment is het geen 15 minuten meer. Maar is het... Oh Ria, jij bent erbij. Wat leuk. Dus ik ben heel blij dat jullie hier waren. We gaan dus elke ochtend en elke avond dit doen. Je kan altijd onder de live kan je reageren. Ik krijg daar een berichtje van. En iedereen die ook gereageerd heeft, krijgt daar ook een berichtje van. Dus reageer ook op elkaar. Wees lief voor elkaar. Hè? Want dan kan je groeien. Dan kan je jezelf zijn. En even zien. Ja, zet in je agenda 10 april. Hè? Dat is de laatste dag. Dan hebben we het gehaald. Stel dat er een keer iets misgaat waardoor je het 1-2 dagen niet doet. Gewoon weer oppakken en weer doorgaan. Zoals Martijn weet moet je dan eigenlijk weer gewoon netjes met 1 gaan tellen. Dus doe het jezelf niet aan, zou ik zeggen. Aan de andere kant, ik doe dit al 5-6 jaar achter elkaar. Want als je dit kan en als je dit doet, dan wil je natuurlijk niet meer stoppen. Hè? Dat snap je natuurlijk wel. Maar je hebt wel de eerste 100 dagen nodig om het erin te slijpen en eraan te wennen. Dus... Nou, ik hoor heel graag van jullie nog hieronder hoe je het hebt gevonden, hoe je je voelt, wat het met je heeft gedaan. Al deze informatie. Ik heb echt een uur lang keihard lopen ratelen naar jullie. Ik open zo heel eventjes deze live ook in mijn computer. En dan geef ik jullie antwoord op jullie vragen. Dus dankjewel dat je hier was. Dankjewel voor je inzet. Super tof dat je meedoet. En
laten we zien hoe deze reis gaat. Ik wens jullie een prachtige dag. En tot heel snel.